Hallo, mijn naam is Laura en we zijn vandaag in het Corby Hotel in Lommel voor de Fashion Day en de halve finale van Miss Fashion 2019. Ik zit hier opnieuw bij vier prachtige dames die ik graag een beetje beter wil leren kennen. En ik ga beginnen met u. Hallo, ik ben Jola. Ik ben 20 jaar. Ik studeer voor schoonheidsverzorging en ik werk in een koffiebar. En wat zou je uiteindelijk het liefste willen doen? Een eigen salon openen als schoonheidsspecialiste. Oké, leuk. Hallo, ik ben Alexandra. Ik ben 21 jaar. Ik studeer business en ondernemen in Thomas More. Van waar ben je afkomstig? Want ik hoor zo'n accentje, maar ik kan het niet thuisbrengen. Van Rusland. En hoe lang ben je al hier? Oh. 17 jaar ongeveer. Oké. Ja, ik hoorde een accentje, maar ik wist niet van waar. Hallo. Jij mag je ook eens voorstellen? Ik ben Olivia, ik ben 21 jaar en ik studeer in Antwerpen. Ik studeer orthopedagogie. Zeker een heel interessante richting. Ja, het is wel heel leuk. En ik ben Jana, ik ben 20 jaar en ik ben dit jaar gestopt met studeren. En ik werk nu tijdelijk bij de bakker, maar ik hoop volgend jaar opnieuw te gaan studeren. Maar dat weet ik nog niet. Is er niet iets waarvan je zegt van, dat zou ik heel graag willen doen? Of je zegt van, ik wil iets sociaal of... Ja, sowieso sociaal. Dat lag ook in mijn richting van het middelbaar, maar ik heb echt geen idee wat. Het is nog een beetje zoeken. Er bestaat ook zoveel natuurlijk, hè. Hoe zijn jullie eigenlijk bij Miss Fashion terechtgekomen? Terug naar u. Ik zat in de klas met Lien, de derde runner-up girl van Miss Fashion. En zij was zo enthousiast over Miss Fashion dat ik mij meteen zelf heb ingeschreven. Leuk, dus ik hoop dat je dezelfde ervaring kan delen dan, hè? Dat het even leuk wordt. Ik hoop het ook. Ik heb het gewoon leren kennen via reclame, via Instagram. En zelf zit ik ook bij modellenbureau Fashion Move. En zij was vroeger dan de oprichter van Miss Fashion. Dat klopt zeker. Dus je hebt al wel enige ervaring met fotoshoots en met catwalks? Ja. Oké. Ja, ik ook eigenlijk via Instagram vooral. Ik volgde al een paar meisjes van vorig jaar en ja, dat leek mij wel tof, dus ik dacht, ik ga eens meedoen. Ik hoop dat we de verwachtingen zeker kunnen inlossen in ieder geval. Ik ken ook iemand dat vorig jaar heeft meegedaan en ja, mijn zus heeft mij eigenlijk ingeschreven omdat ik zo dat duwtje altijd nodig heb, maar ja. Oké, dus op verschillende manieren wel. Wat verwachten jullie van het verdere verloop eigenlijk? Ik ga beginnen bij u. Bij mij. ik hoop dat we veel gaan bijleren, ook qua fotoshoots en qua catwalk. Dat zou ik wel echt wel willen leren vooral. Ja, en dat het gewoon een leuk avontuur wordt. Ja. Voor mij ook gewoon meer ervaring opdoen. Ook nieuwe leuke mensen leren kennen. Oh ja. Zeker, dat is al een mooi begin. Ook vele nieuwe ervaringen opdoen. Ik kijk ook heel erg uit naar de fotoshoots en de catwalk, omdat ik dat wel fijn vind om te doen. En ook nieuwe mensen en nieuwe vrienden te maken. Ik hoor de motivatie al langs alle kanten. Voor jou geldt hetzelfde? Ja, ik hoop ook gewoon een beetje open te bloeien en meer zelfvertrouwen. En ook gewoon me amuseren en nieuwe meisjes leren kennen. En stel, een van jullie wint 1 september het kroontje. Wat is het eerste dat je doet? Oh, moeilijk. Ja? Weet jij al iets? Het op Instagram zetten. Direct zodat iedereen het weet? Ja, wenen. Nee, ik weet het niet. Waarschijnlijk iets op mijn social media posten of zo. Ja, ja. Iemand die een feestje zou geven? Ik zou sowieso het gaan vieren als het zo moest zijn. Ja, absoluut. Het zou wel zijn. Terecht. Ze zijn elkaar hier al aan het uitnodigen op eventueel een overwinningsfeestje. Ik wens jullie in ieder geval heel veel succes binnen de wedstrijd nog. En vooral geniet ervan en leer elkaar goed kennen.